Hallo, is er iemand? Ah, u bent open, gelukkig. Tot nu toe was het dichtgeplakt. Hallo, ik ben Ingrid van Theater in Context. Kent u dit project al? Ja, toevallig wel. Ik heb hier de boot staan. Wauw. Ik ben wel aan het promoten, zeg maar. Dan hoef ik niks uit te leggen. Jawel. Oh, nou, ik wil iets vragen. Wij willen graag dat het hart van de Groene Laan helemaal leeft in het weekend van Theaterlocatie Weekend. We willen dat mensen het gevoel hebben van, wauw, hier gebeurt het. Hier hebben ze hart voor de zaak. En we willen dan u vragen of u op de ramen gele banden wil hebben en logos van hart voor de zaak. Ga maar los. Ga maar los. Nou, te gek. Sorry. Mag ik u iets vragen? Ik ben van Theater in Context, weet u nog? Ja. Ik wilde vragen, het stuk Hart voor de Zaak, dat gaat zich afspelen onder andere in de Groene Laan. Ja. En dan zouden we het leuk vinden als de winkels van de Groene Laan, die allemaal hard voor... Precies, u snapt het al, u haalt de woorden uit mijn mond. Nou, volgens mij bent u ook zo iemand die Hart voor de Zaak heeft. Ja, zeker. Volgens mij bent u altijd ook... 25 jaar. Ja, 25 jaar. Nou, we willen vragen of we op de ramen een geel band mogen doen. En een logo van Hart voor de Zaak. Ja. Zodat de mensen die langskomen lopen gelijk in de gaten hebben van, nou, dat is er ook zo één. Oké, okay. Nee, dat is goed. Toevallig geel, want de band is ook geel. Oh, dat zou top zijn als u al uw gele spullen, alle accessoires in de... Precies, dan hoort hij er helemaal bij. Nou, super, dankjewel. Even schaduw zoeken op deze tropisch hete dag. In het decor van Hart voor de Zaak, samen met de regisseur. Wat is uw naam, regisseur? Mirjam Veldhuizen van Zand. Ik doe dit samen met Ingrid Duindam. Hart voor de Zaken, dat is de titel van een hele bijzondere theatertour. Dus het is een locatietheater, maar je gaat een hele wandeling maken. Startend in de Plantage, straks hier met een bootje zelfs over de buitenhaven. Dan gaan we naar de Gorsen in en we komen weer terug in de Plantage. En het wordt dus een theater, niet in één decor, maar beweegtheater, of hoe noem je dat, door de stad heen? Ja, locatietheater. En er doen 60, meer dan 60 Schiedammers aan mee. Dus op allerlei locaties, een kinderkoor, een volwassenkoor. Wat we net hebben gezien is een timmermansscène. Want eigenlijk laten we zien, Hart voor de Zaak is waar hier in deze wijk de passie voor het werken is. We komen heel veel mensen tegen die werken. Of ze nou gepensioneerd zijn, dan werken ze mee. Nog harder, zeggen ze zelfs, dan wat ze hiervoor gedaan hebben. En de locaties waar wij langs gaan, zie je eigenlijk allemaal die passie voor het werken van de mensen. 60 toneelspelers voor het stuk Hart voor de Zaak. Maar dat is maar één van de drie stukken van In het Wild. Hè? In het Wild, dat is een locatietheater in de wijk. En dat speelt zich af in Zuid. En wij heten Hart voor de Zaak. Maar het weekend erop, wij starten 11 juni. Het weekend daarop kun je Klein Geluk zien. Dat speelt zich af in midden Schiedam, in een volkstuin. En daarna gaat het weekend erop, eindigt het stuk met hoezo dan, in een winkelcentrum. Ja. Oké, dus dat is nog dat is hard oefenen, want nog 2 weken te gaan maar. Ja, dat klopt. Nou, vandaag is daarom de dag dat we alle locaties gaan klaarmaken. Omdat het op heel veel plekken zich afspeelt. Dit steegje moeten we nog een klein beetje opruimen. En morgen hebben we de eerste doorloop. Dan gaan we echt met alle spelers de hele tour voor het eerst maken. Dus dat wordt spannend. Maar ik denk dat het heel erg leuk wordt. En wat vooral spannend is, we gaan namelijk werken met geluid. Mensen krijgen een koptelefoon op en kruipen daarmee in de huid van de hoofdrolspelers. Je hoort zijn gedachtes. En je krijgt allerlei bijzondere informatie die ik nu natuurlijk nog niet ga verklappen. Maar dat gaan we morgen ook uittesten. En ik ben daar heel benieuwd naar. Want daar hebben we speciaal een jongen die soundscaper is. Die heeft ook allerlei hele mooie muziekjes gemaakt. Dus dat wordt spannend. Maar het gaat goed komen natuurlijk. Wie heeft het stuk op bedacht? Of is het een collectief project? Nou, Ingrid en ik hebben het samen eigenlijk bedacht. Maar op basis van, we hebben heel veel gesprekken gevoerd hier in de wijk. We hebben allerlei mensen gesproken, interviews gehouden. We hebben ook in de bibliotheek, want het gaat ook een beetje over de geschiedenis van Schiedam. We hebben heel veel informatie daar uit alle boeken, historische boeken over Schiedam gehaald. Uiteindelijk is daar die rode draad uit ontstaan. En merkten we dat in deze wijk. Want het leuke is, de Plantage, die ligt in een gebied dat heet het Nieuwe Werk. En dat was het eerste wat ons trof. We dachten, nieuw werk,
wat gebeurt hier in Schiedam? Schiedam heeft door de eeuwen heen heel veel soorten werk gehad. Van visserij, branderijen, havens, scheepswerven. Het verdwijnt, het komt weer terug of komt nieuw werk voor in de plaats. En dat nieuwe werk wordt met veel passie gedaan en toen ontstond Hart voor de Zaak. Oké, dus dat betekent dat de mensen hier in de wijk, in de plantage, in de Goorze, maar ook elders uit Schiedam zich ongetwijfeld aangesproken gaan voelen. Werklustig als ze zijn. Nog even voor u, wat is nou het allergaafste van dit hele project? Wat ik echt het allergaafste vind, we halen ontzettend veel overhoop. We vragen heel veel mensen om hun medewerking en we horen alleen maar ja. Dat is echt zo leuk. Niemand doet moeilijk. Is niet waar. Nee, je krijgt sleutels van gebouwen waarvan je denkt, daar zou je 6 formuliertjes voor moeten inleveren. Je mag stoelen meenemen en ergens neerzetten zonder dat er moeilijk... Dat is echt heel bijzonder aan deze, misschien wel aan Schiedam, aan deze wijk. Maar dat iedereen voor is. En dat is in deze tijd van dat je soms denkt, iedereen is tegen. Dat is helemaal niet waar. Heel veel positiviteit. Aanpakken en gaan. Ja. Aan het werk. Met Hart voor de Zaak. Klopt.